Aan het begin van haar bijdrage hoorde ik mevrouw Van der Plas niet één keer, maar drie keer over meneer Omtzigt heen rijden. Dus ik denk, moet dat nog goed komen? Maar nu zegt zij bij de interruptie, ja, ik wil nog graag met hem aan tafel. Meestal werkt het beter om niet iemand aan tafel te slaan, maar aan tafel uit te nodigen. Maar dit gezegd zijnde, u wilt met hem aan tafel, ik begrijp dat. U heeft een goede relatie met Wilders en Jessicus. U praat goed samen, dus ik neem aan dat uw voorkeur nog steeds is met z'n vieren een meerderheidskabinet te vormen. Als dat niet lukt, omdat de heer Omtzigt liever wil gedogen, dan is de minderheidskabinet met gedoogsteun. Dat zijn toch ook uw voorkeursvarianten, neem ik aan. Volgens mij heb ik dat net gezegd, wat ja, mijn voorkeur goed was. Mijn voorkeur is meerderheidskabinet. Ja. Als dat niet kan, staan wij open voor andere vormen. En welke vormen dat zijn, dat gaan we bespreken. Maar ik neem toch aan dat u daarbij toch een hele sterke voorkeur heeft voor die drie andere partijen waar u tot nu toe mee gesproken heeft. Als ik kijk naar de gesprekken die wij hebben gehad tot op het moment dat die abrupt werden afgebroken, vind ik dat wij redelijk goed op één lijn zaten. Althans, op punten. Hè. Er waren ook verschillen, maar dat is heel normaal. En die ga je dan in een tweede ronde, dan gaat de onderhandelingsfase. Hè. Dan ga je daar echt dieper op in. Zeker. Dus ja, dat heb ik ook al gezegd. Het verkiezingsprogramma van NSC is een verkiezingsprogramma met veel raakvlakken met BBB. Niet allemaal, maar dat kan ook niet. De fractie van NSC bestaat uit heel kundige mensen, allemaal op hun eigen gebied heel erg veel expertise, aanwinst voor de Kamer. Dus ja, al op die punten zeg ik, ja zeker, zou dat een hele goede optie zijn nog steeds voor ons. Dus, u zegt ook heel nadrukkelijk, ik wil zo snel mogelijk de mensen in het land helpen die in de problemen zitten. Dan zou je toch met mij eens moeten zijn dat het dan zonde van de tijd is om weer een nieuwe verkennersfase in te schakelen. En meteen maar door te schakelen naar onderhandelingen met die vier partijen. Drie eerst en daarna de vierde. Om tot afspraken te komen. Anders verliezen we weer een maand. Dat moet u toch met mij eens zijn dat we dat beter kunnen overslaan. Ja, kijk. Een tussenfase is denk ik wel nodig om ook gewoon even de rust, weet je, het stof ook te laten neerdalen, even weer opnieuw in gesprek te gaan. En eventueel andere partijen ook uit te nodigen. Ik zie dat niet als een belemmering. Het is niet waar ik van droomde, zeg maar, op 22 november. Van zo gaan we het doen. Maar het is wel zaak dat het zorgvuldig gebeurt. En dat als we dan weer verder gaan, na drie weken of twee weken, hoe lang het ook duurt, dat we op de goede koers zitten. Dus zo snel mogelijk, ja, zeker. Ik hoef geen 300 dagen te doen over het formeren van een kabinet zoals de vorige keer. Liever niet. Maar ook zorgvuldig. En als dat daarvoor nodig is, dan zeg ik daar ja tegen. Want uiteindelijk, de mensen in het land die moeten daar ook bij gebaat zijn. Maar ik ga het oeverloos maanden praten. Nee, daarna moeten we ook gewoon echt aan de slag, wat mij betreft.